en ik kom uit Arnhem. Oh, mooie naam. Bekende naam. Arnhem, bent u geboren in Arnhem? Nee, ik ben geboren in Suriname. Oké, okay, mooi. We hebben even een paar vragen, want we zien heel wat van onze mensen hier lopen. Niet alleen onze mensen, maar gezellige mensen. Maar wat heeft u hier naartoe geleid? Wat is de reden waarom u hier bent eigenlijk? De reden waarom ik hier ben is natuurlijk omdat mijn voorouders slaven zijn geweest. En ik ben van mening dat wij dit moeten herdenken, elk jaar weer. Dus ik probeer elk jaar hier weer te komen. Dus, maar kunt u een beetje specifieker zijn, want u bent hier gekomen voor herdenking. Maar wat houdt dit allemaal eigenlijk in? Nou ja, wat dit inhoudt is dus wat ik zeg. Kijk, we hebben natuurlijk veel meegemaakt, hè. Ik bedoel, sowieso ook de Surinaamse gemeenschap heeft veel meegemaakt in de tijden van slavernij. Ik ben niet geboren in slavernij. Dus ik kan de pijn niet voelen van de mensen destijds. Maar wat gebeurt er? Je voelt wel de pijn van... Die pijn wordt je wel als het ware overgegeven. De pijn wordt overgedragen. Want wij als kinderen hebben het gewoon niet meegemaakt. Mijn zus en ik hebben het niet meegemaakt. We weten niet wat die pijn is. We weten niet wat de pijn is om geketend te zijn. Om te werken onder onderdrukking. Weten wij niet. Maar omdat het wordt op de een of andere manier doorgegeven aan die kinderen. Waardoor wij ook voelen van... Hé, er is iets gebeurd in dat verleden. En dat drukt zo zwaar op mensen. Dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. Nou, dat is een reden waarom ik dus hier ben. Maar aan de andere kant denk ik ook dat... ik denk dat slavernij nog steeds niet voorbij is. Maar dan heb ik het over moderne slavernij. Heel mooi dat u dat brengt, man. Heel mooi dat u dat brengt. U gelooft in de Bijbel, neem ik aan. Ja, ik niet zozeer in de Bijbel. Maar ik geloof wel gewoon dat er iets meer is dan... Oké, okay, we gaan voor u lezen even uit het boek van Baruch, hoofdstuk 3, vers 8. Dit is het boek van Baruch, hoofdstuk 3, vers 8. Behold, we are yet this day in our captivity and a curse, and to be subject to payments according to all the iniquities of our father, which departed from the Lord our God. Dus de Bijbel zegt... We are yet this day in our captivity. Want we denken dat we vrij zijn, maar we zijn niet vrij. Het zijn alleen die kettingen die van onze hals verwijderd zijn. Maar we zijn nog steeds in captivity, net als hoe het staat geschreven daar. We moeten nog steeds rekeningen betalen en dergelijke. En dan zou je zeggen van ja, maar we moeten toch allemaal rekeningen betalen? Maar de Bijbel zegt heel wat anders. Go for me to 2 Esdras, chapter 6, verse 59. Alleen die moet je lezen. Gewoon in de apocryfen. Omdat de Bijbel, kijk, heel wat mensen geloven niet in de Bijbel, maar ik snap dat, er is een reden. Omdat we de Bijbel, ze hebben ons heropgevoed, zeg maar. En ze hebben ons their stories verteld. Waardoor wij onszelf distancieren van de Bijbel, terwijl de Bijbel ons boek is onze familieboek, is onze geschiedenisboek. En wat bedoel je met ons? Wat bedoel je precies? Oké, wait, ik ga je laten zien. Go for me to Deuteronomy 1, verse 1. Ik ga het niet zeggen, ik ga de Bijbel versen lezen. Ja, precies. Dit is het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 1. Ja. Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan. Dus. Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan. In de woestijn, in de vlakte tegenover Suf, tussen Paran en Toval. Dus u kent dat verhaal waarschijnlijk wel van Mozes die de Israëlieten uit de wildernis heeft geleid. Dat verhaal kent u toch? Oké, dan gaan we verder gaan in hetzelfde boek om te laten zien... dat er bepaalde dingen zich hebben voorgedaan die te identificeren zijn aan de kinderen van Israël. Snapt u? Go to 28 vers 15. Dit is het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 15. Dit is het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 15. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere, uw God... en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg, naastig onderhoud,
dan zullen de volgende vervloekingen allen over u komen en u treffen. Dus er zouden, we zouden, de Israëlieten, laat me het even zo stellen, de Israëlieten zouden vervloekt worden als ze zich niet zouden houden aan de wetten en de leefregels die, die hun geboden zijn. Ga naar 68, gelijk naar 68. 68, hè? Dit is het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 68. De Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen. We lazen daarnet dat Mozes de, de kinderen van Israël uit Egypte geleid heeft. Maar we gaan. Maar de Bijbel die vertaalt zichzelf ook. We weten de Bijbel niet, niet iedereen weet de Bijbel te lezen. Maar ik ga u laten zien aan de hand van de Bijbel wat het woordje Egypte betekent. Dat we daarnet hebben gelezen in vers 68. Go to Exodus 20 verse 2. Dit is, dit is het boek van Exodus, hoofdstuk 20, vers 1, hè? 2. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid hebt. Dus Egypte betekent het diensthuis, dus slavernij, een diensthuis. Snapt u? We gaan terug naar Deuteronomium 28, vers 68. De Heere zal u terug op schepen naar Egypte, dus in plaats van Egypte, slavernij, terugbrengen langs de weg waarvan ik u gezegd heb. Gij zult die nooit weer zien. Gij zult daar aan uw vijanden als slaven te koop aangeboden worden. Stop. Dus daarnet heeft gelezen, we waren dus op slavenschepen, zijn we teruggevoerd naar Egypte, dus slavernij. Welke mensen hebben dat meegemaakt? Wie kan daarover praten? Als je het hebt over slavernij en over schepen en verscheept worden. Nou ja, dan heb ik het over dus mijn voorouders. Zijn degene die op die slavenboot hebben gezeten. Die vervoerd zijn geweest. En nooit meer zijn teruggekeerd. En hoe noemt God ze? Dat heb ik even niet meegekregen. Ga even terug naar Deuteronomium 1 vers 1. Deuteronomium 1 vers 1. Dus we zijn nog steeds in hetzelfde boek, snapt u? En als u de Bijbel, heeft u een beetje de Bijbel gelezen? Niet zo specifiek. Oké, ik zal u adviseren om het toch te doen. U gaat achter... Maar weet u wat het is? Weet u wat het leuke ervan is? Kijk, als je... informatie is altijd nodig. We hebben allemaal informatie nodig. De ene neemt informatie die ze, waarbij ze zich lekker voelt. Maar soms is... kijk, informatie is altijd goed. Het maakt niet uit wat voor informatie. Ben ik het mee eens, alleen... Een Bijbel is natuurlijk een paar keer herschreven. Is zo. Dus welke Bijbel vertelt mij de waarheid? Dus ik heb me daarbij neergelegd. En ik heb gedacht van... Kijk, er is gewoon iets meer dan... Het feit dat wij hier kunnen lopen en met elkaar hier kunnen zijn. Ja, ik zit toch meer in het spirituele. Ja, kijk. Nee, ik snap u maar. Ik snap u maar. We hebben zo... Ik moet niet onderbreken. Nee. Ik moet naar de viering. Ik moet naar de viering. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer, maar lees dit nog een stukje. Oké. Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft. Dus de Israëlieten. En dat zijn de Israëlieten die op die slavenschepen zijn geweest. Ja, precies. Dus, wij noemen elkaar Surinamers. We noemen elkaar Guyanese. Maar hoe kan het zijn dat we allemaal op eenzelfde slaaf... Ik ga het dicht bij huis houden. Suriname, we hebben stadsnegers, we hebben Bosland-Kriolen. Maar hoe kan het zijn dat we op eenzelfde schip zaten en dan wanneer we aankomen aan wal, dan zijn we ineens, ben jij Bosland-Kriol, ik ben stadsneger, ik ben, hoe komt dat, ziet u dit? Onderscheid in één keer maken. Ja, maar hoe komt dat? Weet ik niet. ik kan nog niet verder. Oké. Heeft u een flyer? Ik zou u wel adviseren om daar een flyer mee te nemen. Het is echt informatief. Doe het gewoon op jouw tijd. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark.
Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.